Mijn man en ik zijn samen naar Georgia gereden, want we hebben daar familie wonen. Het is heel surreal, heel naar gevoel om toch alles achter te laten, weet je wel. Al je huis achter te laten, alles staat op slot, het is allemaal weggestopt, weet je. Dus het is heel raar gevoel, vind ik dat. Ben je niet bang dat er iets met je huis gebeurt? Oh, absoluut. We hopen dat we nog een huis hebben voor als we terugkomen. Dat, daar zijn we, en vooral met het water, want ze zeggen dat het water toch wel zo'n 6 tot 10 meter wel kan stijgen. Ik kom uit Zandpoort, Zandpoort-Zuid. En al mijn ooms, tantes, nichten, neven, vrienden zelfs hebben allemaal berichtjes gestuurd. En dat is natuurlijk wel heel fijn, dat je weet dat je toch een hele groep om je heen hebt die een beetje met je meeleeft. De bediening is op. En ik ben een rondje langs de winkels gegaan en het water en het brood was allemaal verdwenen. Maar ja, groente en vlees, dat ligt volop in de schappen. Maar blikgroente en water en brood, dat is compleet verdwenen. Nou, inmiddels zijn er natuurlijk wel weer voorraden aangekomen met vrachtwagens. Dus water is er wel weer. Maar de benzine is nog wel een probleem, zeg maar. Er is gewoon nog te weinig benzine hier. En ik begrijp wel dat ze eerst de snelwegen bevoorraden. Want ja, het staat dus gewoon hartstikke vast. Vanaf Tampa tot Ocala. Dat is toch een stuk van Amsterdam tot bijna Den Bosch, zeg maar. Daar staat het nu al een paar dagen bijna helemaal vast met mensen die vertrekken. En die allemaal naar het noorden gaan.